Ik denk dat we van het jaar moeten zoeken naar gladde peren zonder harelschade. Dan moet je met een lampje gaan zoeken. De Klaps Favorite peren zijn geplukt. Nu volgt het vroege appelras de Delbarum. Fruitteler Arie Reineveld uit Nieuwegein spreekt van een uitdagend jaar. Een heel erg lastig seizoen. Met name rondom de regen, nattigheid, kou aan het begin, een stukje vorst, wat hagel. Een ingewikkeld seizoen. Bij de appels valt de schade mee, maar bij de klapspeer niet. De peren die zijn geplukt liggen nu in de bewaring. Elke peer had schade. Komt omdat hij ook wat eerder bloeit. Gladde peer, ruwe vlekjes. Qua kilo's viel het mee. Qua uiterlijk viel het niet helemaal mee. Kun je die nog wel fatsoenlijk wegkrijgen dan? Lastig. Heel lastig. Mensen, de afnemers ook, die zullen even moeten wennen dat er helaas van het jaar een heleboel hagelschade is. Wat goed zichtbaar is helemaal op de vroege gladde producten. Ja. Daar zal de afzet ook even aan moeten wennen. En de consument uiteindelijk ook. Vier generaties helpen mee met de oogst. De kinderen van Arie, de vader van Arie en de opa van Arie. Bij het vroege appelras Delbaren valt de schade mee. Elke week worden de mooie appels ertussenuit geplukt. Hier valt het gelukkig nog wel mee. Zoals je kan zien, de rijpaden zien er verder prima uit. We kunnen hier goed rijden. Op andere plekken weet ik van collega's dat er gewoon problemen zijn met rijden, met modder enzovoorts enzovoorts. Hagelschade valt hier ook wel mee. Ik weet ook van andere collega's dat het erger is. Dus ik denk dat wij voor dit seizoen niet mogen mopperen.